Dames en heren, goedemiddag. Welkom op ons webinar over gelijk hebben versus gelijk krijgen. Hoe bewijs ik mijn vordering voor de Belgische rechtbank? Vandaag gaan we de komende uur, anderhalf uur, met u bepaalde aspecten van bewijsrecht doornemen. Eerst zal ik zelf spreken over het nieuwe wetboek. Het boek 8 Bewijs, een boek dat ingeschreven wordt in het nieuw burgerlijk wetboek dat geïntroduceerd wordt, boek per boek. En het boek Bewijs zal van kracht worden 1 november 2020. Dan, alors, Olivia Sant'Antonio va vous parler sur la signature, et notamment la signature électronique. En dan zal Pieter-Jan van Mierlo het woord nemen over de functie en het nut van de factuur en de boekhouding. En dan zal tenslotte Jo Willems afronden met bepaalde aspecten over de bewijsvergaring. Hoe kan ik aan het bewijs komen om mijn gelijk te krijgen voor de rechtbank? Ik moet even nog wat praktische informatie met u delen. De slides van dit webinar kan u downloaden. Normaal gezien rechtsonder of rechts, rechterkant van uw scherm zal u daar, laat ons zeggen, de knop vinden om de slides van dit webinar te downloaden. U krijgt in principe ook een aanwezigheids- of een deelnameattest toegestuurd. Voor dat te bekomen zullen ook tijdens het webinar een drietal keer vragen worden gesteld die u moet antwoorden. Geen nood, die vragen liggen voor de hand en wij zullen dat aankondigen, de vragen aankondigen in principe na de verschillende sprekers. Dus wel gedurende het seminar, omdat effectief aangetoond moet worden dat u hebt deelgenomen minstens gedurende een uur aan dit webinar. Er kunnen vragen zijn, die vragen kunt u zeker stellen. Nu, op afstand coronaproof is dat niet live, maar gaat dat via de chatfunctie dat u in principe ook op uw scherm ziet. En wij gaan die vragen allemaal beantwoorden, ofwel tijdens het seminar, ofwel daarna. Laten we dan inderdaad eventjes zien dat ik hier de slides kan. Voilà. Als introductie eigenlijk, of als achtergrond, dus het boek 8. Het boek 8 van het nieuw burgerlijk wetboek Bewijs. Dat zal in werking treden op 1 november 2020, dus recent, dus binnenkort eigenlijk. Dat is in gevolge een wet van april 2019. Zoals klassiek, bij hercodificaties en bij nieuwe wetboeken gooit men het verleden niet in de prullenmand. En ook zo met betrekking tot de bewijsregels en reglementering waarbij het nieuw wetboek nieuw burgerlijk wetboek in essentie eigenlijk het bewijsrecht heeft hernomen en de actuele stand van zaken in zaken rechtspraak ter zake gecodificeerd heeft, zoals men het zegt. Wij gaan tijdens dit webinar ons focussen op het ondernemingsbewijs. Dus het huidige artikel 1348 bis burgerlijk wetboek wordt gegoten in artikel 8.11 van het burgerlijk wetboek. Kom ik eens even op terug. En ondernemingsbewijs, dus men introduceert ook hier het nieuwe ondernemingsbegrip. Het begrip onderneming dat effectief ruimer is dan de vroegere of de eerdere begrippen dat wij kenden, zoals handelaar en handelszaak, bewijs in handelszaken. Het is eigenlijk hier het ondernemingsbewijs. Want een onderneming is inderdaad iedere natuurlijke persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent en ook rechtspersoon. En zelfs entiteit zonder rechtspersoonlijkheid. Dus vandaag, zoals u weet, zijn ook VZW's, vrije beroepen en dergelijke ondernemingen. U ziet op de slide staan ook zaakvoerders en bestuurders. Die kunnen aanzien worden als onderneming. Denk aan een bestuurder die een bestuurmandaat opneemt in verschillende vennootschappen. En dus eigenlijk, tussen aanhalingstekens, professioneel bestuurder is. Daar, de rechtspraak is nog aan het zoeken wat daar de limieten zijn, wanneer een bestuurder aanzien wordt als onderneming en wanneer niet, als het gewoon een onderneming is waar een persoon is die bestuurder is, als bijzaak eigenlijk bij de functie van CFO of CEO, dan zal het moeilijk zijn om die als ondernemer te gaan
laat ons zeggen, te gaan definiëren. Dus daar is rechtspraak nog aan het evolueren. De rechtspraak die we van voorhanden hebben, die gaat eigenlijk, laat ons zeggen, alle richtingen uit. Bewijs, effectief, in België, feiten en of rechtshandelingen moeten worden bewezen wanneer ze worden aangevoerd en dat die betwist worden. En als ze niet betwist worden, dan moet het bewijs niet geleverd worden. De algemene regel van de actori incumbit probatio. Daarentegen algemene gekende feiten, ervaringsregels en het recht als dusdanig dienen niet bewezen worden, is nu ook, laat ons zeggen, ingeschreven in het nieuw burgerlijk wetboek. Een nieuwigheid eigenlijk onder het nieuw burgerlijk wetboek, onder boek 8, is het feit dat de rechter de bewijslast, die dus effectief de last is of op de schouders rust van degene die een feit of een rechtshandeling aanvoert, dat de rechter eigenlijk die bewijslast kan omkeren. En dat gaat gebeuren indien de toepassing van de normale bewijslastregels kennelijk onredelijk is. Dan kan de rechter de bewijslast omdraaien. U hoort al, dat is, laten we zeggen, typische lawyer's paradise. Want in welke gevallen is dat dan? Stelt u de vraag. Ja, dat kennelijk onredelijke. En daar zegt men eigenlijk van, kijk, de rechter kan dat die bewijslast gaan omdraaien in gevallen dat de andere mogelijkheden zich om een bewijs te leveren nutteloos of niet dienstig zijn gebleken. Bijvoorbeeld, de rechter kan, zoals u weet, onderzoeksmaatregelen bevelen. Hè, kan getuigen zelfs suggereren, kan een gerechtsdeskundige aanstellen. Kan ook in het kader van de bewijslast medewerking de medewerkingsplicht in het kader van de bewijslast, als dat niets heeft opgeleverd, dan kan de rechter dat gaan omdraaien. Voorbereidende werken zeggen ook dat het ook gezien kan worden eigenlijk als een sanctie voor het niet meewerken aan de bewijslast. Dus in principe actoren incumbit probatio. Men weet dat de tegenpartij bepaalde bewijzen, bewijsstukken, geschriften, e-mails onder zich heeft. Die weigert dat mee te delen. En dan kan de rechter eigenlijk zeggen als sanctie van kijk, ja, u werkt eigenlijk niet mee, dus we gaan de bewijslast omdraaien. In essentie wil dat eigenlijk zeggen dat het bewijsrisico wordt verlegd van de eiser in veel gevallen naar de verweerder. Dat is wel een belangrijke codificatie eigenlijk. Dat bouwt een beetje voort op de regeling van de rechtspraak in geval van het niet naleven van uw samenwerkingsplicht in het bewijs, in de bewijsvoering. Nu, van belang dat onderscheid te maken inderdaad tussen enerzijds het ondernemingsbewijsrecht en het, laten we zeggen, het private bewijsrecht, wij noemen dat B2B, B2C, maar het gaat over bewijs tegen en tussen ondernemingen dat vrij is, dat niet gereglementeerd is, terwijl inderdaad bij particulieren zijn er een andere set van specifieke regels van toepassing in het kader van de bewijsvoering. Dat is eigenlijk gebaseerd op ons oud artikel 25 wetboek koophandel. Dat is al echt geschiedenis. Vandaag artikel 1348 bis burgerlijk wetboek en vanaf november 8.11 van het nieuwe burgerlijke wetboek. Dat eigenlijk stelt dat bewijs met alle middelen van recht geleverd kan worden, inclusief digitale bewijsmiddelen gaan we zien, behouden ze bij de wet voorziene uitzonderingen, daar waar de wet expliciet oplegt dat er bepaalde geschriften of bepaalde documenten moeten zijn met vormvoorschriften, bijvoorbeeld in het kader van oprichting van een vennootschap, dat is een oprichtingsakte voor notaris en dergelijke. Dus het principe is, ondernemingsbewijsstelsel is vrij en men mag eigenlijk de rechter trachten te overtuigen met alles wat hij heeft. In dat kader is het nuttig om eventjes bewijswaarde, dat concept even met u te delen. Dat is ook expliciet nu opgenomen in de definities van het boek 8 Nieuw Burgerlijk Wetboek, boek 8 Bewijs, begint nu met een codificatie van definities en bewijswaarde is de mate waarin een bewijselement de rechter zal overtuigen. We spreken over vrij bewijs, maar er zijn ook in de wet ingeschreven bepaalde bewijsmiddelen die een wettelijke bewijswaarde heeft gekregen, waarin dat de wet inschrijft
de mate waarin een bewijsmiddel volgens de wet bewijs oplevert en de rechter en de partijen door dit bewijsmiddel gebonden zijn. Zo zal een authentieke akte bewijs leveren van wat er in die akte staat, tot wanneer er effectief een betichting van valsheid is van die authentieke akte. Ook bijvoorbeeld de buitengerechtelijke bekentenis, als men daarover beschikt, en ik kom daar sowieso even op terug, dan is dat voldoende als bewijs, als wettelijk bewijs, zal het effectief een, zoals men zegt, een volkomen bewijs gaan opleveren. Ik kom daarop terug, ook nog met onverkregen bewijs kom ik later op terug. Ook boekhouding gaat in bepaalde omstandigheden, daar gaat Pieter Jan straks even op terugkomen, een bepaalde bewijswaarde hebben, een wettelijke bewijswaarde. Dus de rechter zal daar rekening moeten houden conform de bepalingen van de wet en zal dat niet zomaar opzij kunnen gaan schuiven en zeggen van kijk, met vermoedens of met andere bewijsmiddelen ga ik de boekhouding opzij zetten. Wat is dan de vrije bewijswaarde? Ja, dat is eigenlijk niet wettelijk gedefinieerd. Daar zegt men eigenlijk van die zaken die niet in de wet zijn opgenomen, daar gaat de rechter eigenlijk een soevereine beoordeling over maken. De rechter gaat eigenlijk zelf, autonoom, volgens zijn persoonlijke overtuiging, gaat een bepaalde waarde hechten aan een bewijsmiddel. De limieten daarvan zijn enerzijds inderdaad de wettelijke bewijswaarde van bepaalde bewijsmiddelen en anderzijds mag de rechter de bewijskracht inderdaad van het bewijsmiddel niet gaan miskennen. Als daar een authentieke akte met duidelijke bewoordingen is, dan mag hij niet die authentieke akte gaan interpreteren of gevolgen aan verbinden die niet overeenstemmen met de bewoordingen van die akte. En dan zeggen we van, ja, oké, wij moeten de rechter gaan overtuigen, maar ja, wanneer haal ik mijn gelijk? We weten allemaal, ieder die aan het luisteren is, heeft gelijk. Zeker in de procedure hebben mijn klanten steeds gelijk. Maar belangrijk is, om te winnen, moeten we de rechter gaan overtuigen. En we moeten het bewijs leveren met een redelijke mate van zekerheid. Dat staat nu expliciet in het nieuw burgerlijk wetboek. Redelijke mate van zekerheid, dat wil zeggen dat de redelijke twijfel moet uitgesloten zijn. Dus de rechter mag geen redelijke twijfel meer hebben over het bewijs van een feit of een rechtshandeling. Twee, de wet zegt ook in een apart artikel dat het soms voldoende is om een waarschijnlijkheid te gaan aantonen. Ik kan zeggen, dat is allemaal wordsmithing, maar het aantonen van een waarschijnlijkheid is voldoende indien dat men een negatief feit moet gaan bewijzen. Dat kan men in principe niet bewijzen, een negatief feit. Bewijzen dat er bepaalde goederen niet zijn afgeleverd. Ja, hoe kan ik dat bewijzen? Dan moet men eigenlijk aantonen naar waarschijnlijkheid dat dat niet gebeurd is. En dat is een van de voorbeelden van uiteraard samenwerkingsplicht in zaken bewijsvoering. De tegenpartij kan dan zeggen van kijk, ja, kan het erkennen. Of kan bewijzen dat hij het wel heeft geleverd. Maar dan, laten we zeggen, zitten we al in de samenwerkingsplicht in de bewijslast. Maar het principe is, bij een negatief feit, moeten we zeggen dat het weinig waarschijnlijk is dat het goed geleverd is. Dus de rechter gaat dat samenbrengen, maar het positieve bewijs kunnen we daar niet gaan leveren zoals vereist in principe. Ook bij sommige positieve feiten, als het niet mogelijk is of onredelijk is om dat bewijs met redelijke mate van zekerheid te gaan leveren, dan is het aantonen van waarschijnlijkheid voldoende. En hoe moeten we dat gaan aantonen met alle middelen van recht? Een voorbeeld is aantonen dat er een voertuig gestolen is. Als ik zeg van kijk, ja, mijn voertuig is gestolen, bijvoorbeeld van de verzekeraar, ja, dan kan ik eigenlijk dat punt niet gaan aantonen. En dan gaan we, laten we zeggen, die waarschijnlijkheid moeten gaan doen. Bijvoorbeeld, er is klacht neergelegd geweest en er zijn andere elementen die erop duiden dat er inderdaad een... mijn scherm is aan het flikkeren, maar dat gaan we eventjes proberen te herstellen. Ik denk het uwe ook. Gaan we dus aantonen met die waarschijnlijkheid. En dus effectief, wij moeten de rechter gaan overtuigen van ons gelijk in functie van deze criteria, de innerlijke overtuiging van de rechter, de twijfel wegnemen bij de rechtbank.
hebben we gesproken kort over B2C. Ja? Het bewijs tegen particulieren is gereglementeerd in tegenstelling tot het bewijs tussen ondernemingen. En daar ziet u die fameuze grens die opgetrokken is naar 3.500 euro. Vanaf dat bedrag, het gaat over de rechtshandeling die bewezen wordt, is er een schriftelijk bewijs vereist, leert de wet ons. En als er geen schriftelijk bewijs is, geen ondertekend geschrift is, dan kan men een begin van bewijs door geschrift gaan leveren. Dat wil zeggen, een geschrift dat men gaat aanvullen met vermoedens en dergelijke meer. En we gaan eens zien dat een e-mail, sms-bericht, een WhatsApp-bericht een geschrift is, geen ondertekend geschrift, maar een geschrift is, dat kan aangevuld worden met getuigen of vermoedens in het kader van die B2C-reglementering. B2C, transacties onder de 3.500 euro, daar gaat men terugvallen op het vrije bewijs. Want men zegt, ja, dat zijn courante, dagelijkse verrichtingen en het zou te cumbersome zijn, streng zijn, in dat we ook voor die, tussen aanhalingstekens, dagelijkse verrichtingen onder de 3.500 euro dat geschreven bewijs zouden gaan vereisen. Wij hebben eigenlijk, laat ons zeggen, en dat was de introductie, een contractueel dispuut voorbeeldje gegeven. Dus eigenlijk een casus die zich wel kan voordoen en waar de verschillende elementen de basis eigenlijk voor de topics die we voor u vandaag hebben uitgekozen. Dus een onderneming X sluit een contract met onderneming Y. X gaat werken uitvoeren bij Y. De factuur wordt niet betaald. Blijkt na herhaalde aanmaningen en dergelijke meer dat die effectief niet correct betaald wordt. En de ontvanger of de klant zegt van kijk, die werken zijn niet uitgevoerd. Er komt een telefoontje tussen de twee CEO's en in het telefoontje zegt eigenlijk hij, de ontvanger van de werken, ja, het is eigenlijk allemaal goed uitgevoerd, maar het is nogal moeilijk, wij gaan die factuur niet betalen. Ik zeg dat ja, de maat is vol en wij gaan naar de rechtbank om die factuur te gaan invorderen. En ik zeg van ja, kijk, en by the way, ik heb dat gesprek met de CEO opgenomen, want ik wist dat het moeilijk zou worden. Hij weet het niet, maar ik heb het gesprek opgenomen. En laat dat ook zien aan die advocaat. Twee, blijkbaar zijn er ook mails verstuurd, maar de persoon mails verstuurt tussen een onderneming X en Y, maar die medewerker van Y, van X wenst dat document of die e-mail niet te bezorgen, omdat hij zegt van kijk, dat is mij vertrouwelijk gestuurd geweest. En het is een goede vriend van mij die bij Y zit, ik kan dat niet maken. En X meldt ook dat er een getuige is bij de gesprekken waarbij hij zou effectief erkend hebben dat de werken goed zijn uitgevoerd. U voelt het, wij hebben bepaalde elementen in die casus opgenomen waar we eventjes willen bij stilstaan in het kader van dit webinar. Een stukje over de e-mail. E-mail is vandaag ingeburgerd. Maar inderdaad, er was een grote discussie in het oude burgerlijk wetboek eigenlijk of dat een e-mail een geschrift was. Het was niet gedefinieerd. Het burgerlijk wetboek dateerde nog van 1804. Dus een modernisering was wel op zijn plaats. En nu het nieuwe burgerlijk wetboek inderdaad heeft een e-mail uitdrukkelijk aanvaard als geschrift. En is men zelfs verder gegaan dat ook sms-berichten, WhatsApp-berichten, messenger-berichten en dergelijke meer, dat die ook vallen onder de definitie van geschrift onder het nieuw burgerlijk wetboek. U ziet op de slide de definitie staan. Verstaanbare tekens, mogelijkheid tot toegang te hebben gedurende een periode. Dus moet op een drager zijn, mag een elektronische drager zijn uiteraard. En de integriteit moet beschermd zijn. Wat bedoelt men daarmee? Dat men kan zien effectief of dat het bericht, dat geschrift eigenlijk al dan niet gewijzigd is geweest. En als het gewijzigd kan zijn, dat men het effectief kan traceren. Dus de discussie over e-mail, sms, WhatsApp, kan ik dat gebruiken? Ja, dat kan men gebruiken. Het is een vrij bewijsmiddel en nu is het zelf inderdaad verankerd in ons nieuw burgerlijk wetboek. Een belangrijk element dat ik ook nog... Ik ga het houden
de tijd een beetje in het oog. Een belangrijk element dat ik met u wou delen is het onrechtmatig verkregen bewijs en de vraag of dat, of dat het nieuw burgerlijk wetboek daar inderdaad een definitie aan gegeven heeft of iets mee gedaan heeft. Nu, in de codificatie, in het nieuw burgerlijk wetboek, spreekt men over de toelaatbaarheid, maar niet over de geoorloofdheid. Wat is de toelaatbaarheid? Is de verenigbaarheid van het bewijs met de regels van de wet van het nieuw burgerlijk wetboek. En die bepalen onder welke voorwaarden een bepaald bewijsmiddel kan uitmaken van een betwist feit. Dus dat gaat effectief over de regel van 3500 euro. Dat gaat over wat is een bekentenis en wat niet en dergelijke meer. De toelaatbaarheid heeft, bij wijze van spreken, heeft eigenlijk niets te maken met de geoorloofdheid. Kan men een bepaald document gebruiken? De wijze waarop een partij haar bewijs levert, dient inderdaad te gebeuren op een manier die niet indruist tegen andere rechtsregels. Het mag niet tegen het elementaire rechtsgevoel in of fundamentele waarden zijn die aan onze rechtsorde ten grondslag liggen. Dus daar de geoorloofdheid gaat over het onrechtmatig bewijs en over het onrechtmatig verkregen bewijs. Wat is daar het verschil? Het onrechtmatig bewijs is ten allen tijde verboden om te gebruiken. Wat is een onrechtmatig bewijs? Dat is een bewijs dat per se onrechtmatig is. Bijvoorbeeld een vals stuk. Men fabriceert een e-mail, men fabriceert een factuur. En men gaat dat gebruiken als bewijs, dan zegt men van kijk, dat is geen onrechtmatig verkregen bewijs, dat is een ongeoorloofd bewijs, dat is een onrechtmatig bewijs. Het stuk zelf is in C onrechtmatig. Anders is het gebruik van een e-mail, het gebruik van een document dat men onrechtmatig heeft verkregen. Men heeft het gestolen, men heeft het op een onrechtmatige manier gekregen. En daar heeft het nieuw burgerlijk wetboek eigenlijk geen uitspraak over gedaan. Heeft het nieuw burgerlijk wetboek geen definitie of uitspraak over gedaan, waarbij we effectief ons moeten terugvallen op eigenlijk kort gezegd, zoals we nooit zeggen, de antigoonrechtspraak in burgerlijke zaken. In onze casus hebben we het voorbeeld inderdaad van het heimelijk opnemen van een eigen gesprek, dat is van belang, indien dat het een gesprek was tussen twee andere personen, dan zou het moeilijker zijn, want dat is effectief afluisteren. In mijn voorbeeld was het gesprek heimelijk opgenomen, dus zonder medeweten van de overzijde. En al zeker niet met diens toestemming. Dus de vraag is van, kijk, ik heb de toestemming niet. Als ik de toestemming heb, is er geen probleem. Maar kan ik inderdaad die opname, die is genomen dus een eigen gesprek, maar de tegenpartij wist niet dat ik het opnam. Laat staan dat hij goedkeuring had gegeven dat ik dit gesprek zou gebruiken. In de praktijk is uiteraard de transcriptie daarvan. De transcriptie zou gebruiken in een gerechtelijke procedure. U ziet dat het daar inderdaad toch wel moeilijk is, want hoe zit het met de privacy van de wederpartij? Is dat geen inbreuk op de privacy? En daar zeggen we van, kijk, ja, daar moeten we gaan zien naar de antigoonrechtspraak en een afweging doen eigenlijk van belangen. En op basis van die rechtspraak kunnen we zeggen van kijk, als we die afweging gaan doen, zou er kunnen leiden dat we effectief het belang van het recht op bewijs gaan hoger stellen dan het andere, het conflicterende belang, hier het belang van de privacy. De vraag die daarna wordt gesteld is, was er al een conflict tussen beide partijen? Anders kon men verwachten dat men inderdaad dat zou gaan gebruiken. Is het uitgelokt geweest? En of waren er andere manieren om het bewijs te leveren van dat feit of van die rechtshandeling? Want anders gaat men, laten we zeggen, met een bocht daar rond met betrekking tot de afweging van die belangen, het recht op bewijs en andere belangen, zoals bijvoorbeeld het gebrek aan privacy. Ik heb dan ook nog op de slide gezegd, de buitenrechtelijke bekentenis, want in veel gevallen, als men aan telefoon zegt van ja, kijk, inderdaad, de werken zijn goed uitgevoerd, ja, dan zou men dat kunnen aangrijpen als een bekentenis. En als die bekentenis inderdaad gebruikt kan worden, dan is die inderdaad onherroepelijk. En daar krijgen we dan een wettelijke bewijswaarde
waarbij de rechtbank, als hij vaststelt dat het een buitengerechtelijke bekentenis is, dan moeten de andere zaken niet meer bewezen worden. Dan staat dat vast en kan dat, is dat een perfect bewijsmiddel met die wettelijke bewijswaarde. Het is daarom het belang van die gesprekken. En moet u, laten we zeggen, op zijn Nederlands gezegd, op uw kievive zijn, indien u inderdaad telefoons gaat plegen in het kader van een gekend geschil, omdat daar dus effectief een opname in principe toegelaten is. En dat wordt dan nog eventjes inderdaad samengevat op mijn volgende slide. Kan in principe aanzien worden als een buitengerechtelijke bekentenis, indien het inderdaad de toets van de antigoonrechtspraak doorstaat. Dus dat het enige middel is om het feit of de rechtshandeling te gaan bewijzen. En indien het inderdaad niet uitgelokt is, zeker in het kader van een litigieuze context. Dat is wat mijn stuk betreft. Alors, je donne la parole à Olivia Santonio, qui va vous parler sur la signature électronique et la signature tout court. Compromis, il y a maintenant une question à vous à répondre qui va être va venir sur votre écran. Et après moi, ce sera Olivia qui prend le relais. Et is een heimelijk opgenomen telefoongesprek, kan dat gebruikt worden als bewijs voor de rechtbank? U hebt daar drie mogelijkheden. Ik hoop dat u slaagt in deze eerste test. Dank u. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme Yves vous l'a annoncé, je vais à présent vous parler de la signature électronique. Alors, pourquoi la signature électronique? Vous l'aurez sans doute compris, surtout en menant avec en pleine période de coronavirus, on recourt de plus en plus évidemment à la signature électronique pour... Attendez, excusez-moi. Voilà. À la signature électronique pour signer toute une série d'actes, pour conclure toute une série de contrats. On l'utilise également lorsque l'on envoie des courriers, des emails. Et donc, la question de la validité et de l'importance de la signature électronique n'est évidemment pas négligeable. Comme vous l'aurez compris également du cas pratique que vous a exposé Yves, dans le cadre du litige, il y a eu un contrat qui a été conclu, il y a eu différents courriers mis en demeure qui ont été adressés, il y a eu différents échanges d'emails, et donc par rapport à tous ces documents également, se pose donc la question de la signature. Alors, on en vient donc maintenant à, dans un premier temps, poser le cadre juridique par rapport à la question donc, de la signature électronique. Et donc, la première question à se poser est d'abord, est-ce que l'on peut utiliser donc, une signature électronique pour signer un acte sous sein privé ou un acte authentique? En ce qui concerne les actes sous sein privé, le Code civil et plus particulièrement l'article 1322 du Code civil est assez clair et il indique qu'un acte privé peut être signé de manière électronique et il précise par rapport donc à cette question de signature électronique, il faut un ensemble donc de données électroniques qui peuvent être imputées à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte. Donc, par rapport à cet article 1322 du Code civil, ce qu'il faut en retenir par rapport à un document qui serait donc signé électroniquement, c'est qu'il y a donc deux conditions importantes à respecter. C'est d'une part donc la question de l'identification
Il faut donc que la signature électronique permette de lier donc la signature au signataire. Et la deuxième condition est la question donc de l'intégrité. Donc, il faut que l'intégrité du document, les données, donc, puissent être garanties. Et donc, si on est face à une telle signature, donc, on peut donc signer un acte sous seing privé électroniquement. En ce qui concerne les actes authentiques, ces derniers peuvent être également signés de manière électronique. Ceci est prévu par l'article 1317 du Code civil et donc par rapport à la nouvelle renumérotation dont vous a parlé Yves avec le nouveau livre 8 du Code civil, ça se retrouve à l'article 8.15. Mais dans le cas d'un acte authentique, il ne s'agit pas de n'importe quelle signature électronique, mais il s'agit uniquement de signature électronique qualifiée. Et donc maintenant, on va évidemment aller plus en détail sur ce qu'on entend par signature électronique et voir les différents types de signatures électroniques qui existent. Alors, dorénavant, que prévoit donc le code civil? Il prévoit d'une part donc une définition de signature qui, comme vous le voyez, comprend une définition assez large puisqu'elle vise tant les signatures manuscrites que les signatures électroniques et précise à chaque fois qu'il faut que peu importe le moyen utilisé, que ce soit la main ou un moyen électronique, que ça permette donc d'identifier le signataire du document, de l'acte, et que par sa signature, ce dernier ait manifesté également sa volonté de s'engager ou en tout cas de confirmer ce qui est marqué dans cet acte. Donc ça, c'est la première chose, la définition de signature en général. Et puis ensuite, l'article 8 prévoit donc une définition de la signature électronique, mais par rapport à ça, il procède à un renvoi vers le règlement européen en la matière, donc le règlement IDS de 2014, donc qui va prévoir, lui, les différentes sortes de signatures électroniques. Alors, par rapport donc à ces signatures électroniques, comme je vous l'ai dit, il y a trois catégories de signatures électroniques. Alors, pourquoi est-ce qu'il existe trois catégories? On va voir qu'en fonction du type de catégorie, on va aller de plus en plus loin au niveau de la sécurité en concernant donc les conditions d'identification et d'intégrité pour faire en sorte que cette signature électronique, au final, se rapproche d'une signature manuscrite et ait la même valeur, comme on le verra. Donc, revenons-en à ces trois catégories de signatures. Premièrement, la signature électronique ordinaire ou simple. En soi, il n'y a pas vraiment de terme qui lui est alloué, contrairement aux deux autres. Donc, on parle d'ordinaire ou simple. En quoi est-ce que consiste une telle signature électronique? Il s'agit donc de données sous forme électronique qui sont jointes ou liées de façon logique à d'autres données électroniques et qui sont utilisées par le signataire afin de signer un document. Pour ce genre de signature, il n'y a pas de mesure de sécurité spécifique qui est mise en place pour garantir, par exemple, l'intégrité du document. Donc, il peut, par exemple, s'agir du scan de votre signature que vous intégreriez sur une lettre ou que vous intégreriez dans un contrat. Ou alors, ça peut également être votre signature en bas d'un email si vous n'avez pas mis de mécanisme spécifique. Donc voilà, ça c'est une première forme de signature électronique qui est valide.
Le deuxième type de catégorie, c'est ce qu'on appelle les signatures électroniques avancées, et donc qui va donc plus loin au niveau de la sécurité, parce qu'il s'agit en fait donc d'une signature électronique ordinaire, mais qui cette fois-ci va être liée de manière univoque au signataire. Il y aura vraiment un processus donc d'identification qui va faire en sorte qu'il y aura une sécurité suffisante par rapport donc au signataire et à son identité. Et ça va être donc créé par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle. Et ça va empêcher également toute modification ultérieure des données, ou en tout cas, s'il y a une modification, elle pourra être détectable. Donc ça, c'est une pratique qui est assez fréquente et qui va donc permettre donc d'avoir un certain niveau de sécurité. C'est ce qui se passe souvent avec DocuSign, que vous avez peut-être déjà utilisé pour conclure une série de contrats dans les mois qui viennent de s'écouler. À côté de la signature électronique avancée, l'étape d'après, c'est la signature électronique qualifiée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus entre la signature électronique avancée et qualifiée? On part en fait d'une signature électronique avancée et il y a en plus un certificat qualifié de signature électronique qui est attribué par un prestataire spécifique qui a été qualifié et qui fait partie d'une liste. Et donc, ça permet vraiment de remplir ces deux conditions d'identification d'intégrité. C'est par exemple quand vous travaillez avec des lecteurs de cartes EID ou avec des systèmes comme ITSMI. Voilà, ici vous avez un schéma un peu technique qui explique vraiment donc cette idée de signature, de certificat et de pouvoir contrôler tant l'identification et de s'assurer de l'intégrité du document. Alors, on en vient évidemment à la question essentielle. Donc maintenant, on a tous compris qu'il y avait trois catégories de signatures électroniques. A priori, pour les actes sous sein privé, on pouvait avoir recours à n'importe lequel, à n'importe laquelle de ces catégories. Il y a juste donc pour les actes authentiques qu'il faut une signature électronique qualifiée. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, comme il y a une gradation au niveau de la sécurité, ça a évidemment des implications et des conséquences juridiques. En tout cas en matière de preuve, et on verra du coup que la charge de la preuve ne sera pas la même et la valeur ne sera pas la même. Commençons par la signature électronique ordinaire. Ce qui est important de savoir, c'est que la première chose qui ressort très clairement du règlement européen IDS, c'est qu'elle n'est pas dénuée de validité ou de force probante du seul fait qu'elle soit électronique. Et donc, en pratique, le juge peut assimiler un document signé électroniquement à un document signé de manière manuscrite. La seule chose, c'est que dans ce cas-là, le juge a un total pouvoir d'appréciation et donc il n'est pas tenu de le faire. Et la charge de la preuve repose sur celui donc, dont la signature est remise en question. Et donc, ce sera à lui à démontrer qu'il a bien eu la volonté de signer un tel document électroniquement, par exemple. Donc, une charge de la preuve qui est plus lourde si on travaille juste sur base d'une signature électronique ordinaire. Toutefois, en pratique, on voit bien qu'il y a peu de litiges concernant cette question. Donc, si la valeur du document ou les enjeux liés au document ne sont pas très importants, une signature électronique ordinaire peut suffire. En ce qui concerne la signature électronique avancée, les mêmes règles s'appliquent que pour la signature électronique ordinaire, dans le sens où le juge a toujours un pouvoir d'appréciation par rapport à ces signatures. Mais comme il y a quand même une série de sécurités qui sont mises en place, la charge de la preuve va quand même être moindre pour le signataire. Et enfin, en ce qui concerne donc la signature électronique qualifiée, là, c'est assez clair.
il est prévu qu'elle est automatiquement assimilée à une signature manuscrite parce qu'on considère donc qu'elle remplit automatiquement les conditions d'identification et d'intégrité d'une signature manuscrite. Donc évidemment, pour des actes très importants et si on veut éviter les discussions, c'est mieux de procéder à une signature électronique qualifiée, mais qui implique une plus grosse lourdeur administrative et également la conclusion de contrats avec des prestataires qualifiés. Alors, dernier point important et plus par rapport à notre casus, par rapport donc à la signature qui se retrouverait éventuellement dans le contrat ou s'il a été fait seulement donc par voie électronique ou dans les emails. Comme je vous l'ai dit, dans ce cas-là, il s'agit alors de signature électronique ordinaire ou simple. Et donc, il va falloir alors démontrer avec suffisance qu'il y avait une volonté de signer le document et qu'il s'agit bien donc de la signature de la personne. Alors voilà pour ce qu'il en est de la signature électronique. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue Pieter-Jan van Mierlo qui va vous parler des factures et de la comptabilité dans un premier temps et ensuite des mises en demeure. Quant à moi, je reviendrai vers la fin pour vous parler des secrets d'affaires. Goedemiddag allemaal, ik ben Pieter-Jan van Mierlo en ik ga jullie een stukje toelichten over de factuur en de boekhouding. Een eerste vraag daarbij is, kan ik mij op mijn eigen factuur beroepen? Nu, een factuur heeft geen wettelijke definitie in het burgerlijk wetboek of in het nieuw burgerlijk wetboek. Wat is het dan juist? Het is een schriftelijke bevestiging van het bestaan van een schuldvordering die voortvloeit uit een overeenkomst tot levering van goederen of diensten, die de schuldeiser krachtens wet of gebruik verplichtend uit te reiken aan een medecontractant. Nu, anders als u misschien zou denken, heeft het geen vormvereisten, maar dient er wel een aantal verplichte vermeldingen in te worden opgenomen. Bijvoorbeeld de benaming factuur, wat voor zich spreekt, de datum en het volgnummer, de identiteit van de onderneming, de identiteit van de klant, de prijs, de datum van het belastbaar feit of de ontvangen prijs, de beschrijving en hoeveelheid van het geleverd goed en de verstrekte dienst, percentage en bedrag van verschuldigde btw en eventuele reden vrijstelling van de btw. En ook belangrijk als u gebruik maakt van algemene voorwaarden, is om op de voorzijde van uw factuur een melding te maken dat u op de achterzijde van de factuur effectief algemene voorwaarden heeft opgenomen. Als u een factuur gaat opstellen, dan is het ook belangrijk dat u zeker goed oplet in welke taal die factuur wordt opgemaakt. Het principe daarbij is dat de verplichte vermeldingen in de taal van de exploitatiezetel van de onderneming die de factuur opmaakt, moeten worden gedaan. Met andere woorden, als uw onderneming gelegen is in Antwerpen, dan moet u uw factuur gaan opmaken in het Nederlands. Als u een factuur moet uitstellen aan een onderneming in de lidstaat van een EER-zone, dan bijvoorbeeld een factuur uitstellen aan een Franse vennootschap, dan heb je de bijkomende mogelijkheid om een rechtsgeldige factuur op te maken in de taal van de onderneming die de factuur hebt ontvangen. Nu, het kan uiteraard al eens voorvallen dat er een tegenstrijdigheid is tussen de factuur in het Nederlands en die in het Frans. Wel, in dat geval gaat de taal van de exploitatiezetel gelden en gaat dat hier in dit geval de taal van het Nederlands zijn. Anders is het als u een factuur moet uitstellen aan een onderneming buiten de lidstaat van de EER-zone, dan heeft u geen bijkomende mogelijkheid en dan kan u enkel de factuur opstellen in de taal van de exploitatiezetel van de onderneming die de factuur opmaakt. Nu, u denkt misschien, wat is de sanctie als ik die factuur
onjuist opstel, als ik een factuur bijvoorbeeld opstel in het Duits, wel, dan heeft die factuur geen bewijswaarde in de procedure. Een remedie daartegen is eigenlijk de vervanging van de factuur doen door een nieuwe taalconforme factuur uit te stellen. Als u een rechtsgeldige factuur heeft opgesteld, wat is dan juist de bewijswaarde tegen een onderneming? Zoals Yves juist al heeft toegelicht, is onderneming thans een verruimd begrip. Het komt niet meer overeen met het begrip handelaar. Het gaat veel ruimer dan dat. Het gaat ook VZW's betrekken en het gaat ook vrije beroepers betrekken in die categorie. Onder het huidige bewijsrecht gaat een aanvaarde factuur het bewijs opleveren tegen een onderneming. Nieuw is dat niet alleen een aanvaarde factuur, maar ook een factuur die niet binnen een redelijke termijn geprotesteerd is, het bewijs gaat opleveren tegen de onderneming. U voelt het al, een tijdig protest wordt vele malen belangrijker, omdat zodra dat u niet binnen een redelijke termijn geprotesteerd heeft, die factuur effectief een bewijs tegenover uw onderneming gaat opleveren. Als we dat dan gaan relateren aan de casus, dan zal onderneming X eigenlijk op basis van de nieuwe bewijsregels in zaken de factuur eenvoudiger de betaling van de factuur kunnen vorderen in geval van niet tijdig protest. Belangrijk daarbij wel is, ondanks dat we in het kader van een B2B-seminarie zitten, is dat tegenover een particulier een gebrek aan protest geen aanvaarding zal inhouden. Nu, als ik effectief in bezit ben van zo'n rechtsgeldig opgestelde factuur, die ook nog eens aanvaard is, wat is dan juist de bewijswaarde van zo'n factuur? Wel, de bewijswaarde is eigenlijk de bewijswaarde van een weerlegbaar wettelijk vermoeden van de conformiteit van een aanvaarde factuur met de inhoud van de onderliggende overeenkomst. Nu, wat betekent dat concreet? In feite betekent dat niet meer als dat de factuur effectief de onderliggende overeenkomst gaat weerspiegelen en dat zij het bewijs vormt van de onderliggende verbintenis. Met andere woorden, wat op de factuur staat, wordt geacht in overeenstemming te zijn met overeenkomst. Daarbij is het dus zeer belangrijk om op te merken dat het heel nuttig is om elke factuur die je binnenkrijgt effectief te gaan controleren op haar juistheid. Want wat in die factuur staat, als u die aanvaardt of niet tijdig protesteert, zal als bewijs van die onderliggende overeenkomst worden aangenomen. Dat gezegd zijnde kan tegenbewijs nog altijd geleverd worden. Maar u voelt het al, een tegenbewijs leveren tegen een aanvaarde of niet tijdig geprotesteerde factuur blijft natuurlijk wel zeer moeilijk. En op basis van de memorie van toelichting bij het nieuwe burgerlijk wetboek lijkt dat men effectief ernstige bewijselementen zal moeten aantonen aan de rechtbank om eigenlijk aan die aanvaarde factuur onderuit te komen. Opnieuw, tegenover een particulier is het weer iets anders en is het louter een feitelijk vermoeden. Wat u misschien niet weet, is dat dit bewijsrecht of de bewijswaarde van deze eigen factuur nu reeds geldt voor alle soorten overeenkomsten. Daar waar het voor 2018 enkel ging over verkoop- en koopovereenkomsten waar dat de factuur van belang was, is het nu belangrijk om te begrijpen dat het niet enkel voor de koop-verkoop is, maar voor alle soorten overeenkomsten, waaronder bijvoorbeeld de aannemingsovereenkomst of de dienstverleningsovereenkomst. Als we het dan gaan gelijkstellen of willen gelijkstellen aan een bepaalde andere akte, dan kan men het eigenlijk gelijkstellen aan de bewijswaarde van een onderhandse akte. Opnieuw de weerspiegeling van de onderliggende overeenkomst. Een tweede vraag die ons kan bezighouden is, kan ik mij op mijn eigen boekhouding beroepen? Dus als men geen factuur heeft, als men wel een factuur heeft, dan is die factuur ingeschreven in de boekhouding. Kan ik op mijn eigen boekhouding gaan beroepen? Wel, de bewijswaarde op dit moment van zo'n boekhouding tegen onderneming is eigenlijk de vrije bewijswaarde. Zoals Yves al heeft toegelicht, betreft dat eigenlijk het feit dat de rechter een vrije oordeling kan geven of en in welke mate hij of haar zich daardoor verbonden voelt of dat die boekhouding overtuigend voldoende is. Nieuw is hier dat aan de boekhouding van een onderneming een wettelijke bewijswaarde wordt toegekend, indien de vermeldingen in de boekhouding van de twee ondernemingen overeenstemmend zijn. Nu, wat betekent dat? Als men bijvoorbeeld vanuit onderneming X een factuur heeft uitgesteld, men heeft die in de boekhouding opgeschreven als zijnde uitgesteld aan onderneming Y op die datum voor dat bedrag, en men vindt in de boekhouding van onderneming Y die factuur van onderneming X terug, opnieuw ingeboekt op dezelfde datum,
voor hetzelfde bedrag. Wel, dan kan men zeggen dat ja, die vermeldingen in de boekhouding van de twee ondernemingen gelijklopend zijn, overeenstemmend zijn, en dan zal er een wettelijke bewijswaarde aan toegekend worden. Opnieuw, ook wat Yves heeft gezegd, is dat daar dan eigenlijk die wettelijke bewijswaarde ervoor zorgen dat men effectief meer gebonden gaat zijn aan die bewijswaarde, dat de rechter daar niet louter een zeker bewijs aan kan geven, maar wel effectief een bewijs aan moet geven en er niet veel kan zijn eigen overtuiging in kan leggen. Als er effectief geen overeenstemmende vermeldingen zijn in die boekhoudingen, dan is dat geen ramp, dan behoudt die boekhouding nog altijd haar vrije bewijswaarde. Nu, u zal zich misschien afvragen, hoe komt zo'n boekhouding in de procedure terecht? Wel, de rechter kan dat ofwel ambtshalve gaan bevelen, de overlegging van die boekhouding, of die kan dat doen op basis van het verzoek van een van de partijen. Een tip hierbij is ook nog dat als men effectief een factuur wilt gaan betwisten, dat men die niet best alleen tijdig gaat betwisten, maar dat men die factuur ook best ongeboekt gaat terugsturen. Juist om te vermijden dat men op basis van het bewijsmiddel van de eigen boekhouding toch kan argumenteren dat die factuur effectief wel enige bewijswaarde heeft. En dan kom ik bij het tweede grote element, de ingebrekenstelling en de vraag of ik steeds een ingebrekenstelling moet sturen. Nu, opnieuw, een gebrekenstelling heeft geen wettelijke definitie in het burgerlijk wetboek of het nieuw burgerlijk wetboek. Wat is het dan? Het is een formele aanmaning waarmee een schuldeiser op een ondubbelzinnige manier aanspraak maakt op de naleving door haar schuldenaar van dienstverbintenissen. Spreekt op zich voor zich. Wat is het doel van een gebrekenstelling? Wel, het doel is het de vordering te formaliseren en de schuldenaar te waarschuwen over wat er zal gebeuren indien hij nalaat zijn verplichtingen na te komen. Anders dan u opnieuw zou denken, zijn er geen specifieke vormvereisten verbonden aan een ingebrekenstelling. Het kan dus zowel schriftelijk of mondeling. Mondeling zal u uiteraard begrijpen dat er daar een bepaalde bewijsproblematiek aan verbonden is, want hoe gaat men effectief bewijzen dat men een ingebrekenstelling heeft verstuurd? Moeilijk. Schriftelijk is daarom de voorkeur, waarbij men kan kiezen tussen papier of elektronisch. Papier, u kent het wel, bij voorkeur een aangetekende zending met ontvangstbewijs plus kopie per gewone post. Als u toch elektronisch verkiest, dan kan u dat ook doen per e-mail, sms of WhatsApp. Als u dat per e-mail doet, kan u een ontvangst- en een leesbevestiging vragen, waarbij de ontvanger van het bericht uiteraard de keuze heeft om al dan niet een leesbevestiging te gaan versturen. En u kan ook bij elektronische middelen natuurlijk gaan voorzien dat er daar bepaalde bewijsproblemen zijn. Ik denk maar aan een sms of een WhatsApp, om te gaan bewijzen van wie die sms komt, een bewijs van echtheid, wie dat de identiteit is van de verzender, wanneer dat daadwerkelijk is aangekomen, dat bericht, en dergelijke meer. Dus in onze praktijk is het toch nog altijd aangeraden om dat voornamelijk schriftelijk te doen per aangetekende zending en kopie per gewone post. Nu, alvorens u een gebrekenstelling gaat sturen, is het toch wel een belangrijke tip om uw overeenkomst na te kijken. Want vaak staat daarin bepaald in welke vorm de gebrekenstelling moet verstuurd worden naar de geadresseerde. Nu, we merken in onze praktijk toch wel dat bij de dossieropbouw er bepaalde ingebrekenstellingen worden gestuurd die niet overeenkomstig de overeenkomst zijn gedaan. En dan is de tegenpartij natuurlijk zeer snel om te zeggen dat die ingebrekenstelling ja, niet juist is verstuurd en daarom geen waarde heeft. Dus om dat te vermijden, kijk zeker uw overeenkomst eerst na voordat u een ingebrekenstelling gaat sturen. Als we het dan gaan relateren aan onze casus, dan zullen de verschillende ingebrekenstellingen die verzonden zijn door onderneming X, in principe, indien er aan navolgende geldigheidsvereisten zijn voldaan, kunnen die ingebrekenstellingen effectief worden aangewend in rechten. Nu, wat zijn die geldigheidsvereisten? Het zijn er twee. Die spreken voor zich. Er moet in eerste een aanwezigheid zijn van een schuld of een verbintenis in woorden van de schuldenaar. Is logisch. En, heel belangrijk, u moet een duidelijke vermelding maken van het verzoek aan de schuldenaar om de schuld of verbintenis na te komen. U moet met andere woorden uw aanspraak op naleving van de verplichting door de schuldenaar gaan formuleren. Het moet zeer duidelijk blijken dat u effectief een aanspraak maakt tegenover de schuldenaar. Een tip hierbij om die ingebrekenstelling wat kracht bij te zetten is, neem ook zeker een sanctie op indien de schuldenaar geen gevolg geeft aan de ingebrekenstelling binnen een welbepaalde termijn. Ik denk er bijvoorbeeld aan een ingebrekenstelling waarbij dat u een factuur wilt invorderen en u vraagt, ja, factuur te betalen verplicht tegen 15 oktober 2020, bij gebreken waaraan men zal overgaan tot
dagvaarding. Dat is eigenlijk een sanctie opnemen aan een schuld, aan een ingebrekenstelling. Nu blijft nog altijd de vraag: is een voorafgaande ingebrekenstelling effectief in principe steeds verplicht? Wel, het antwoord daarop is ja. Waarom? Wel, de ratio erachter is dat de verplichte goede trouw die rust op u als schuldeiser om uw schuldenaar niet te gaan verrassen en hem of haar een ultieme kans te geven om zijn of haar verplichtingen vrijwillig te gaan nakomen. Nu, er bestaan wettelijke en contractuele uitzonderingen op, die ons in dit kader misschien wat ver zullen leiden, maar een belangrijke is toch: de verplichting kan contractueel wegbedongen worden in de overeenkomst, maar daar moet je bij gaan opletten dat er een gevaar gaat zijn voor een schending van de nieuwe B2B-wet. Een B2B-wet die eigenlijk het contractueel evenwicht van de overeenkomst gaat nakijken. De relevante bepalingen daarvan die ook op 1 december 2020 van kracht worden. En waarbij dat de rechter a posteriori een overeenkomst tussen twee partijen, tussen twee ondernemingen, gaat kunnen poetsen aan het contractueel evenwicht. Bijvoorbeeld als er in die overeenkomst wordt bedongen dat een van de partijen zo'n voorafgaande inbrekenstelling niet moet sturen, ja, dan kan het natuurlijk zijn dat de rechter zal oordelen dat het contractueel evenwicht tussen die beide partijen verstoord is en dat daarom die bepaling of dat beding nietig is, waardoor er een gebrekenstelling wel degelijk moest verstuurd worden. Wanneer kan er dan, of wanneer moet er geen ingebrekenstelling gestuurd worden? Wel, dat moet niet als deze nutteloos is geworden. Ja, wanneer is een ingebrekenstelling nutteloos geworden? Ja, als het vertrouwen tussen contractanten dramatisch geschonden is. Nu, u voelt het al. Wanneer is het vertrouwen tussen contractanten dramatisch geschonden? Ja, dat is natuurlijk een feitenkwestie. Voor het ene gaat het vertrouwen al zeer snel geschonden zijn, voor een andere partij niet. Is dus vatbaar voor discussie en daarbij de tip ook: stuur zeker altijd gewoon veiligheidshalve een ingebrekenstelling. Nu, anders is het misschien wel een beetje als de schuldenaar zelf wel laat weten dat hij zijn verplichting niet meer gaat voldoen. Ik denk daarbij een schuldenaar die reeds laat weten dat hij geen levering gaat doen van een bepaald specifiek goed tegen 15 oktober 2020, daar waar u wou ingebrekenstellen om effectief te gaan leveren tegen die datum. Ja, op dat moment is een ingebrekenstelling nutteloos geworden en kan u gewoon verder gaan met verdere stappen. Nu, de juridische gevolgen van een ingebrekenstelling, gerelateerd aan deze casus dan, is dat bij het uitblijven van de betaling van de factuur door onderneming Y, op het moment dat de ingebrekenstelling wordt gestuurd door onderneming X, dan starten de moratoire interesten. Wel in het geval enkel dat er geen factuurwaarden zijn bedongen tussen beide partijen, waarin dat er iets anders wordt bepaald. Een belangrijkere vraag is: wat als ik geen ingebrekenstelling heb gestuurd? Wel, u kan dan in principe geen verdere stappen ondernemen. Klinkt hard, maar het is zo. Wat u wel kan doen, is je effectief gaan dagvaarden. U heeft altijd het recht om te gaan dagvaarden. Maar daar is het wel mogelijk dat de rechtbank zal oordelen dat u niet zorgvuldig hebt gehandeld en dat u toch gaat moeten instaan voor de gerechtskosten, zelfs bij de gegrondheid van uw eigen vordering, of met andere woorden, zelfs als de rechtbank uw vordering integraal toekent, zal u mogelijk die gerechtskosten toch zelf moeten gaan dragen, waardoor het niet sturen van een voorafgaande ingebrekenstelling natuurlijk wel een dure optie is. Hiermee ben ik rond voor mijn deel. En de vraag die hoort bij mijn deel is: is een voorafgaande ingebrekenstelling in principe steeds verplicht? Ja dan nee? En voor ons Frans publiek: en principe, une mise en demeure préalable est-elle toujours nécessaire, oui ou non? Bedankt. Ja, dan ga ik het hebben over bewijsvergaring. Goedemiddag iedereen. Voorheen hebben we gekeken over welke bewijsmiddelen dat we kunnen gebruiken, de factuur en de ingebrekenstelling. Maar bij bewijsvergaring gaan we eigenlijk kijken welke bewijsmiddelen of stukken zijn er eigenlijk om in het bezit bij derden en kunnen ook nog gebruiken nuttig om het bewijs te leveren van bepaalde feiten. Dus we gaan daar eerder kijken naar welke stukken hebben derden in het bezit, eerder dan te kijken welke stukken dat we zelf kunnen bijbrengen. Het eerste speciale, als we het zo te zeggen, is de verplichte overlegging van stukken in burgerlijke zaken.
We gaan dus eigenlijk vragen aan een tegenpartij, die gaan we een beetje enerveren om een stuk wat zij onder zich heeft, of wat een derde partij onder zich heeft, om dat bij te brengen in de procedure, ten einde bewijs te leveren van een bepaald feit. En dat is eigenlijk het doel daarvan, is de procespartijen in staat te stellen om minstens kennis te nemen van dat stuk. Want wij vermoeden wel dat de tegenpartij dat stuk in bezit heeft, maar we gaan dan tegenpartij vragen, die waarschijnlijk gaat weigeren, om dat stuk ook effectief in de procedure als stuk bij te brengen, ten einde partijen toe te laten om daarover te concluderen en standpunt te kunnen innemen ten aanzien van de rechter en dan hun vordering daarmee verder te kunnen onderbouwen. Nu, als de rechtbank geconfronteerd wordt met een vraag tot overlegging van een stuk, dan heeft de rechter uiteraard niet de verplichting, je kan niet eender welk stuk gaan opvragen. In België is er niet zoiets een verplichting van discovery, of kennen we geen discovery, dat je bepaalde stukken moet bijbrengen als tegenpartij. Ook niet de fishing expedition zoals we in de UK of in common law landen hebben, maar er is nog altijd wel een beoordelingsmarge voor de rechter. En de rechter die kan eigenlijk beoordelen of hij de overlegging gaat toestaan, dan wel gaat weigeren. Ik kan uiteraard weigeren en dan zegt hij van, volgens mij is dit stuk waar hier van de overlegging wordt gevolgd door één partij, is niet nuttig voor de beoordeling van, of de beslechting van het geschil. De overlegging van stukken is van toepassing, zoals de titel zegt, in burgerlijke zaken. Enkele burgerlijke zaken zijn deze regels van toepassing. In strafzaken gelden andere principes en applicaties die moeten toegepast worden. En zoals gezegd, het is een tussenvordering, een maatregel alvorens recht te doen, die in principe in de hoofdprocedure kan ingesteld worden. Men kan die bij conclusie instellen en men kan dan eigenlijk wachten tot het pleidooi. Dus men gaat een zaak inleiden, men wacht bijna een jaar en gaat dan tijdens het pleidooi aan de rechter proberen standpunten te onderbouwen, te vragen of bepaalde stukken moeten bijgebracht worden. Dat is natuurlijk wel, afhankelijk van welke positie dat men staat, is dat niet ideaal, want dan gaat men riskeren dat men over die stukken opnieuw gaat moeten concluderen, dat er opnieuw een pleitdatum moet gezocht worden. En dan riskeert men eigenlijk een vertraging van bijkomend 6 maanden. Dus wat men meestal doet als een diligent advocaat, als in de dagvaarding meestal vragen, als een maatregel alvorens recht te doen, om die stukken meteen al bij te brengen, zodat de rechter daar al kan over oordelen, dat er al een debat wordt gevoerd op de inleidingszitting of op een nabije zitting over die stukken die moeten overgelegd worden, omdat die dermate belangrijk zijn, dat partijen daar meteen over schriftelijk standpunt kunnen innemen en dat als je op de pleidooi komt, dat dan al het standpunt is ingenomen. Vaak gebeurt het ook dat je eigenlijk na het ontvangst van eerste conclusies ziet dat er bepaalde stukken niet worden bijgebracht, dat je dan de overlegging vordert. Steekpartijen niet weiger bij eerste antwoordconclusie, kan er ook dus bij een tussenvordering of een tussenprocedure, kan er een apart verzoekschrift worden neergelegd om op die manier eigenlijk de rechtbank te vatten, een aparte zitting te agenderen en op die zitting dan te argumenteren waarom dat een bepaald stuk moet worden bijgebracht. Er zijn uiteraard bepaalde voorwaarden aan verbonden. Het is niet zomaar dat je elk stuk kan vragen dat de overleg daarvan wordt gevorderd. Het gaat om het bestaan van een bepaald stuk. Een stuk wil zeggen, uiteraard als je dat stuk moet bijbrengen in de procedure, is dat een geschrift of een schriftelijk stuk. En het moet ook een bepaald stuk zijn. Een bepaald stuk wil zeggen het specifiek omschreven stuk. Je kan dus niet zomaar vragen dat alle correspondentie tussen partij A en B wordt overlegd. Nee, het moet wel zeer gedetailleerd zijn. Dat nogmaals, men kan niet zomaar iets als Discovery of Fishing Expedition doen in België. Dus het moet zeer gedetailleerd omschreven worden. Het moet ook een bewijs leveren van ter zake dienend feit. En ter zake dienend feit, dat is de definitie wat in de wet staat. En dat wil zeggen dat het eigenlijk nuttig is voor de beslechting van het geschil. De stukken die in het kader van bijvoorbeeld een stuk de aandelenoverdracht, die gaan over het feit dat een van de aandeelhouders een aansprakelijkheid zou hebben opgelopen, of dat hij bepaalde zaken zou hebben gedaan die losstaan van de koopovereenkomst, die het voorwerp is van het geschil, die zijn niet ter zake dienend feit. Die zullen dan wel sfeerschepping zijn, maar daarvan gaat waarschijnlijk de rechter de overlegging weigeren. En wat er ook in de wet staat, zijn dat er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens, en vermoedens staat het meervoud, maar één vermoeden is eigenlijk voldoende, moeten zijn dat een partij of een derde een stuk onder zich heeft. Dus een partij, je moet kunnen aantonen dat die partij effectief ook een stuk onder zich heeft waarvan je de overlegging vordert. Dat is de procespartij, dat is eigenlijk de voorkeur, want dat is makkelijker dat de rechtbank daar de overlegging gaat bevelen. Maar soms kan het ook zijn dat een derde partij, die totaal niet in de procedure betrokken is, dat die een stuk heeft. Daar staan de rechtbanken eerder afkerig tegenover, omdat die partij ook geen verweer kan laten gelden of minstens haar standpunt meedelen. Dus de voorkeur geniet om dat van de andere procespartij te vragen, de overlegging van het stuk. Uiteraard moet zij dat stuk ook in haar bezit hebben.
En wat zijn nu eigenlijk voorbeelden van die overlegging van stukken? Wat zien we daar in de rechtspraak als voorbeelden? Dat zijn bijvoorbeeld bijlagen bij een overeenkomst met nieuwe bepalingen. Stel u voor, u krijgt twee originele exemplaren van een overeenkomst. U stuurt die allebei terug naar de tegenpartij. U stuurt per ongeluk ook uw origineel mee. U heeft geen origineel meer over. Nadien ontstaat er een discussie. De tegenpartij beweert dat er geen overeenkomst is gesloten. U heeft er ook geen kopie van. Dan kan u op basis van uw coverletter, eventueel die u wel nog heeft, kan u een vermoeden zeggen dat de tegenpartij wel die overeenkomst in haar bezit heeft. Ook een brief die u weet dat de tegenpartij heeft verzonden aan een derde partij, waarin zij haar sprakelijkheid heeft erkend ten aanzien van u, is natuurlijk ook wel nuttig. Die brief gaat u in principe ook niet in handen hebben, maar u kan daar wel het bestaan van weten en kan eventueel dan eerder vragen dat de derde bestemmeling van de brief, dat die de brief zal overleggen. Uiteraard is dat een dode letter, de verplichte overlegging, als dat niet gesanctioneerd kan worden. En vandaar dat dat effectief ook een gedwongen uitvoering mogelijk is onder verbeurt van een dwangsom. Dus per dag dat de tegenpartij of de derde in gebreken zou blijven om die stukken bij te brengen, zal er een dwangsom, dat kan 500, dat kan 1000, dat kan zelfs 5000 euro, in functie van de belangrijkheid. De rechter zal daar over oordelen wat eraan gekoppeld wordt. Dat kan in het begin, gaat dat misschien nog niet zo zijn, gaat dat gewoon een overlegging gevorderd worden. Als de tegenpartij dan of de derde in gebreken blijft om die stukken over te leggen, dan zal zij effectief gedwongen worden, of dan gaat u een nieuw bevel halen om onder verbeurt van een dwangsom dat toch nog te bevelen. Sowieso is het ook wel strafbaar om eigenlijk een overleggingsbevel, een toepassing van artikel 877, te negeren en zijn er ook strafsancties aan gekoppeld. Nu, je kan niet van elk stuk de overlegging vorderen. Er zijn ook grenzen aan die verplichte overlegging. De eerste natuurlijke reflex is overmacht, dat u als partij kan bewijzen, ja, maar kijk, ik heb dat stuk niet. Of ik heb dat niet meer, maar dat overmacht ga je uiteraard ook moeten bewijzen. Dan draagt de tegenpartij of de derde bewijslast dat ze in de onmogelijkheid is om dat stuk bij te brengen. Een andere uitzondering is privacy. Privacy, dat is natuurlijk een belangafweging en dan zal kijken in welke mate dat het stuk dat waarvan u de overlegging vraagt, dat dat een inbreuk is op de privacy van de tegenpartij. Tegenpartij dat natuurlijk als een natuurlijk persoon beschouwt. En in welke mate dat afweegt of opweegt tegen het belang dat u heeft om dat stuk bij te brengen in het debat en om uw vordering te bewijzen, daar zal de rechter dan het belang afwegen. Stel voor het bedrijfsgeheim, daar gaat ook een belangafweging gedaan moeten worden. Bedrijfsgeheim, dat wordt gekeken in welke mate dat zakengeheimen beschermd worden en wat het risico is als dat die informatie of dat stuk wordt bijgebracht, dat dan inbreuk zal maken op het bedrijfsgeheim of commerciële of reputatieschade zou toebrengen aan de onderneming. Daar gaat ook gekeken worden wat daar de belangenafweging is, wat het nut is, eventueel gaat beperkt worden, informatie die moet worden bijgebracht tot datgene wat werkelijk noodzakelijk is. En over bedrijfsgeheimen gaat zo meteen Olivia nog verder op ingaan, wat daar de specifieke voorwaarden zijn en de procedures, want dat is eigenlijk een procedure sinds de nieuwe wetgeving. Beroepsgeheim, ook personen die zich op een beroepsgeheim kunnen beroepen, die kunnen ook niet verplicht worden om bepaalde informatie mee te delen. Ook al zou de geheimgerechtigde, dus degene ten aanzien van wie het beroepsgeheim geldt, daarmee akkoord gaan. Anderzijds hebben we toch ook gezien dat er rechtspraak is van het Hof van Cassatie, dat beroepsgeheim niet absoluut is en dat de rechter daar ook eventueel in kan bemiddelen of moduleren. En daar wordt wel gezegd dat eerst de overlegging moet gevorderd worden van het stuk waar het beroepsgeheim dan eventueel zou verhinderen dat het wordt overgelegd, dat de rechter dat zou kunnen kennis van nemen en dan op basis daarvan eventueel de overlegging al dan niet zou bevelen. Dus in al die gevallen is het motto eigenlijk dat er steeds een belangenafweging gaat moeten plaatsvinden. Dus enerzijds de belangen van de partij van wie de overlegging vordert, anderzijds de partij die het stuk vordert en die het stuk noodzakelijk acht om zijn of haar vordering te bewijzen. En dat is dus meestal een toetsingsmogelijkheid of een belangafweging door de rechter. En de rechter kan dan ook moduleren. De rechter kan die maatregel moduleren. En er zijn bepaalde voorbeelden die ik in de slide heb opgenomen. Zijn het onleesbaar blacklinen van passages, wat vaak gebeurd wordt. En dat eventueel een partij dan daar vrij mee aan de slag kan. Maar dan ga je sowieso een discussie belanden dat de partij die het stuk op de overlegging vraagt, zegt dat er te veel is geblacklined. En dan zal de rechter dat finaal moeten trancheren. Het opmaken van een niet vertrouwelijke versie van een document te verifiëren door de rechter. Dus die gaat dan kijken of er niet te veel vertrouwelijke informatie nog ter beschikking is. Of anderzijds dat er niet te veel zogenaamde vertrouwelijke informatie niet wordt getoond. Financiële gegevens, soms zijn die ook niet belangrijk bij een stuk. Bedragen die vermeld worden, dan wordt er eigenlijk gekeken om dan eventueel een vork aan te geven. In plaats van het precieze bedrag, wat niet noodzakelijk is voor de beslechting van het geschil.
En wat vaak wordt gebeurd met stukken, niet alleen in een procedure, maar ook in een gerechtelijk deskundige onderzoek, is dat eigenlijk de kring aan wie dat het getoond wordt, dat die beperkt wordt. Dus dat het stuk bijvoorbeeld niet wordt neergelegd, dat alleen de rechter en de advocaat ter zitting het stuk kunnen inkijken. Dat er eigenlijk een fysieke ruimte wordt gecreëerd, een dataroom waarbinnen het stuk kan nagekeken worden. Dat het eerst gefilterd wordt met de aanstaande deskundige, die gaat kijken welke informatie is hier nu echt vereist en welke ga ik aan de rechtbank voorleggen. Dan gaat de rechtbank een deskundige daarvoor aanstellen met een specifieke opdracht. Of dat partijen twee personen mandateren die daar kennis van kunnen nemen van dat stuk en die dan verslag uitbrengen bij de rechtbank. Het zijn allemaal mogelijkheden van modaliteiten die door de rechtbank in het verleden op basis van de rechtspraak al zijn opgelegd. Tot zover de overlegging van stukken. Dan het sequester, een bijkomende mogelijkheid van bewijsvergaring. Dat gebeurt eigenlijk dat men een bepaald stuk of een zaak, een roerend, onroerend goed, dat men dan aan een derde gaat toevertrouwen, die dat in bewaring gaat nemen, omdat op basis van het feit dat er een geschil is ontstaan met betrekking tot dat roerend goed, waar partijen het niet eens over zijn en waar het van belang is dat die zaak of dat onroerend goed eigenlijk door een derde wordt bijgehouden tot dat geschil is beslecht. Er zijn twee mogelijkheden, ofwel komen partijen dan onmiddellijk overeen. Het kan heel goed zijn dat in het kader bijvoorbeeld van een bindende derde beslissing of een onmiddellijk onderzoek, dat er aan een partij, een expert, bepaalde zaken in bewaargeving worden genomen, die verder gaat onderzoeken, en die na afloop van zijn opdracht die zaken terug gaat vrijgeven. Op die manier is dat tegensprekelijk verlopen en zijn de belangen, de tegensprekelijkheid, is dan gewaarborgd. Dat is perfect mogelijk. Maar het kan ook gerechtelijk zijn, en gerechtelijk, daar gaan we meer de iets agressieve tour op. Bijvoorbeeld bij een aandeeloverdracht, als er betwisting is over overdracht van aandelen, is het heel vaak dat dan één partij niet gaat wachten en vrij agressief dan bijvoorbeeld op een verzoekschrift, bij eenzijdig verzoekschrift, bij uiterst strenge noodzakelijkheid, de rechter gaat vatten, tegenpartij is er niet van op de hoogte, en gaat vragen om een gerechtsdeurwaarder te laten aanstellen, die zich gaat begeven dan naar de zetel van het vennootschap, om daar het aandeelhoudersregister of het aandelenregister te sequestreren, in bezit te nemen, zodat daar geen inschrijving meer kan gebeuren en zodat dat veilig wordt gesteld, totdat er eigenlijk uitspraak is over de rechtsgeldigheid van de aandelenoverdracht, totdat iemand of rechtsgeldig eigenaar is, ja of nee. Het kan even goed zijn bij een machine, een defecte machine, waar partijen er allebei bij de partijen discussie hebben of die machine nu gebrekkig is, ja dan nee. Dan gaat die ook eventueel in bewaargeving genomen worden, zij door een expert, zij door een rechtsdeurwaarder, die gaat die machine verzegelen, zodat daar niks meer aan kan gebeuren, dat die machine niet meer kan gemanipuleerd worden. En in die zin is het wel makkelijk om dan een sequester aan te stellen, om eigenlijk in het kader van uw bewijsgaring, om die veilig te stellen. Het nut daarvan voor die bewijsvergaring is dat het goed eigenlijk niet verloren kan gaan, dat er ook geen slecht beheer, dat er geen discussie kan zijn wie daar nog bepaalde zaken aan heeft veranderd. Uiteraard is de kwestie een bewarende maatregel en zal dat zo zijn dat dat niet voor onbepaalde duur kan opgelegd worden en zal dat altijd voor een bepaalde duur, een bepaalde einddatum, totdat een onderzoek is afgerond of dat er een uitspraak is omtrent bijvoorbeeld het aandelenregister, wie de rechtmatige eigenaar is van de aandelen. En de voorwaarde is dat men ogenschijnlijke rechten op een onroerend goed door beide partijen moet laten gelden. In C lijkt dat te neigen naar bezitsrecht of eigendomsrecht op een roerend of onroerend goed. Maar het kan eigenlijk ook meer ruimer, een ruimere interpretatie aangegeven worden, zodat men ook bepaald tot bewijsstukken kan zeggen dat men die veilig wil stellen, kan men die ook laten onder sequester plaatsen. Dus dat is één mogelijkheid. En daar kan ook nog aan gemoduleerd worden. Men kan dat veel ruimer. Men kan ook zeggen, kijk, ik heb misschien geen bezitsrecht of geen eigendomsrecht, maar ik heb er wel belang bij dat het bewijs wordt geleverd dat de machine gebrekkig is, omdat ik eventueel een recht heb op schadevergoeding. Dat kan ook dan een ogenschijnlijk recht zijn op een roerend goed. Tot slot de schriftelijke getuigenverklaring. Ook altijd leuk. Dat is eigenlijk een, zoals het woord zelf zegt, je gaat eigenlijk aan iemand een derde vragen om een verklaring op te stellen. Een verklaring op te stellen van voordien waargenomen feiten. Die natuurlijk die derde die u heeft aangesproken en die u denkt dat uw stelling kan onderbouwen. Die u kan helpen om de rechtbank te overtuigen van uw gelijk. En dat moet dus, dat heeft dus geen betrekking op bepaalde vaststellingen van deurwaardes. Stel u voor dat u wil laten vaststellen dat er bepaalde goederen worden verkocht in een winkel, schending van exclusiviteit of mededinging. Dan gaat u dat door de deurwaarde laten vaststellen. Hier zou het anders zijn en hier zou dan een getuige eigenlijk vaststellen of laten verklaren.
in een schriftelijke getuigenverklaring dat bepaalde goederen in die winkel werden verkocht op die datum voordien. Dus dat is het grote verschil met een deurwaarder, een vaststelling door een deurwaarder, die meer bewijswaarde heeft volgens mij wel, een vaststelling door een deurwaarder, dan een meer subjectieve getuigenverklaring. Dat zal in de vorm van een schriftelijk en ondertekend document zijn, dus dat moet schriftelijk zijn. De vraag is, ja, ondertekend, moet dat effectief ondertekend zijn? Wat met e-mail, wat met WhatsApp? Wat met een, kan me dat ook bijbrengen als stuk, vooral een e-mail die men bijbrengt als een stuk. Maar die vormvereisten zijn niet voorgeschreven op straffen van nietigheid, dus daar moet men niet naar kijken. Het gaat uit van een niet-procespartij. Dat is een alternatief voor een procespartij. Dat gaat dus een persoonlijke verschijning zijn, eventueel met een schriftelijke verklaring. Dat kan men nog altijd doen, dat men zelf die schriftelijke verklaring doet. Maar dat zal dan eventueel in functie zijn van wat de rechter gaat toelaten. En wat moeten we eigenlijk vragen? De rechter inzicht doen verschaffen in betwiste feiten. En die verklaring, uiteraard, men kan niet een verklaring vragen voor eender wat. Die verklaring moet nut hebben voor de oplossing van het geschil. En het gaat ook over feiten waar de getuige persoonlijk weet van heeft. Dat kan zijn dat hij heeft gehoord. Maar het kan ook zijn, zoals de wet letterlijk zegt, het bevat relaas van de feiten waarbij de opsteller ervan aanwezig was of die hij zelf heeft vastgesteld. Dus dat hij zelf aanwezig was en zijn relaas van de feiten geeft. Vaak wordt dat gebruikt bij onrechtmatige afwerving van cliënteel. Dat men cliënten zegt van kijk, wij zijn niet actief gecontacteerd. We hebben zelf het initiatief genomen. In die zin zal men dan dat kunnen een bewijs leveren of dat een goederen in bepaalde staat, een goede staat zijn geleverd. Daar zal men dan die verklaring voor laten afgeven. Dat is een vrij bewijswaarde uiteraard. Ik heb op de slide gezegd, zelfs indien de wettelijke voorwaarden niet zijn voldaan. Maar hetzelfde geldt eigenlijk als ze wel zijn voldaan, omdat dan ook wordt gekeken van wat is nu de bewijswaarde daarvan, zelfs als alles perfect in orde is van de verplichte vermeldingen. En de verplichte vermeldingen zijn zoals de geboortedatum, woonplaats, moet ondertekend worden, de belangen enzovoort. Daar gaat men dan naar kijken of er gemeenschappelijke belangen zijn, een band van ondergeschiktheid. Maar de rechtbank gaat dat natuurlijk zelf percipiëren en beoordelen. Die verplichte vermeldingen, de rechter kan de verklaring nog steeds aannemen, mits verantwoording, waarom toch nog geloofwaardig. Dus in die zin kunnen geluiden en videoopnames, kunnen ze misschien toch nog, alhoewel ze natuurlijk niet schriftelijk zijn, niet geschreven zijn, niet ondertekend zijn, kunnen ze toch nog aangenomen worden. En een belangrijk feit is, de verklaring moet geschreven zijn. Daar hebben we discussie al gevoerd in de rechtspraak of die handgeschreven moet zijn. Nu, dat is heel belangrijk voor jullie om te onthouden dat die verklaring niet handgeschreven moet zijn. In de wet staat niet letterlijk geschreven dat die volledig handgeschreven moet zijn. Er is wel een rechtspraak die zegt dat het Arbeidshof in Gent dat een verklaring volledig handgeschreven moet zijn. Maar die kan dus ook voorgedrukt zijn, waarbij dan de naam wordt ingevuld door de getuige, waarbij die zelf ondertekent uiteraard. Maar dat is dus eigenlijk voldoende. Dus de letter van de wet zegt niet dat die handgeschreven moet zijn. Het is voldoende dat die op schrift gesteld is. Er zijn strafsancties in het geval van valse verklaring. Dat moet ook in de getuigenverklaring, is een van de verplichte vermeldingen, dat de getuige weet dat hij blootstelt aan strafsancties. En dat is dus eigenlijk valsheid in geschriften waaraan men zich blootstelt als getuige. Kan hij dus eender wat gaan beweren. Er is ook nog zoiets als effectief dat hij de waarheid op schrift moet zetten. En als dat niet het geval is en dat kan nadien aangetoond worden, dan riskeer je dus eigenlijk een strafprocedure als getuige wegens valsheid in geschriften. De schriftelijke getuigenverklaring die zal op eigen initiatief, dat is meestal het geval, op eigen initiatief is, of op verzoek van de rechter, maar we zien wel op verzoek van de rechter dat dat eerder zelden is en dat partijen dan zelf een getuigenverklaring bijbrengen. En als de rechter het doet, dat dat eerder gaat naar het mondeling getuigenverhoor, wat toch nog wel helemaal iets anders is. Mondeling getuigenverhoor, dat in het gerechtelijk wetboek ook is geregeld, waarbij een oproeping is van de getuigen, waarbij bepaalde regels en procedees moeten gevolgd worden. En dat is niet zoiets wat er in een schriftelijke getuigenverklaring is. Uiteraard kan op basis van een schriftelijke getuigenverklaring kan de rechtbank ook oordelen dat het nuttig is om die getuigen op te roepen. En dan zal dat wel via een getuigenverhoor plaatsvinden. En zullen die regels dan plaatsvinden voor wat betreft het mondeling getuigenverhoor en niet de schriftelijke getuigenverklaring. Waar het voordeel van is dat je dat gewoon als stuk kan meebrengen in de procedure op schrift gesteld, waarbij je niet eigenlijk in persoon, en die zijn daar meestal wel afkerig tegenover, verplicht om meteen naar de rechtbank te stappen.
maar die persoon loopt dus wel het risico van geconfronteerd worden met valse geschriften als zijn verklaring manifest onwaar is. En ten tweede dat hij toch moet verschijnen als de rechtbank dat nuttig acht. Ik heb ook een vraag in verband met mijn deel. Moet een schriftelijke getuigenverklaring volgens de wet, de letter van de wet, handgeschreven zijn? En daar mag ik dan ja of nee op antwoorden. En dan geef ik nu graag het woord aan Olivia voor het laatste deel in verband met bedrijfsgeheim. Dank u. Bonjour à tous. Donc, on en vient au dernier point de l'exposé, à savoir donc la question des secrets d'affaires. Car souvent, ou en tout cas fréquemment, cela peut arriver que dans le cadre d'un litige, vous disposiez de documents qui puissent être qualifiés de secrets d'affaires ou que vous savez que l'autre personne dispose de documents qui pourraient être intéressants également dans le cadre de la procédure, mais qui pourrait être également qualifié comme secret d'affaires et donc se pose un peu la question de savoir que faire avec ces documents pour essayer ou qu'ils ne sortent pas dans le cadre d'une procédure ou essayer de les faire sortir d'une certaine manière. La première question évidemment à se poser par rapport au secret d'affaires est de comprendre le concept de secret d'affaires et puis ensuite on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement demander à un juge, quelles sont les mesures qui pourraient être éventuellement prises. Alors, qu'est-ce qu'un secret d'affaires? La définition se retrouve dans le code de droit économique. Il y a donc trois éléments essentiels pour que l'on considère qu'il s'agisse d'un secret d'affaires. Il faut premièrement qu'il s'agisse d'une information qui soit secrète. Donc, il faut qu'elle ne soit pas il faut qu'elle soit disponible que pour très peu de personnes. Et par rapport à cet examen de savoir si c'est disponible et rendu accessible, il faut examiner la question par rapport au cercle professionnel pertinent et de voir si c'est une information qui circule déjà au sein de ce cercle ou si au contraire, elle ne circule pas et est bien gardée secrète. Donc ça, c'est la première chose et la première condition. La deuxième condition, il faut que l'information en question ait une valeur commerciale parce qu'elle est secrète. Et le fait donc d'avoir cette information secrète va faire en sorte que vous allez pouvoir tirer un avantage par rapport à vos concurrents et que si jamais l'information devait être divulguée, utilisée sans autorisation, cela aurait donc un impact assez fort pour vous et causerait un préjudice. Donc ça, c'est le deuxième point important, le fait que l'information est une valeur commerciale. Et la troisième condition pour considérer donc on est bien dans le cas d'un secret d'affaires, il faut que l'information ait fait l'objet de dispositions raisonnables destinées à la garde des secrets et qu'il y ait donc eu des mesures, des protections qui étaient mises en place, comme par exemple faire signer des clauses de confidentialité, des NDA ou prévoir des listes avec seules certaines personnes qui ont accès à l'information. Donc une fois que vous avez ces trois conditions qui sont remplies, vous êtes face à un secret d'affaires. Quelques exemples concrets, une liste éventuellement de clients, de distributeurs, des informations financières sur la société, le savoir-faire de la société, des études de marché, des stratégies de vente. Voilà, ce sont quelques exemples de ce qui peut tomber dans la définition de secret d'affaires. Alors, dans le cadre d'une procédure, il y a plusieurs choses qui sont possibles quand il y a donc quand il y a des documents qui sont protégés par le secret des affaires. Donc on peut faire en sorte de demander au juge
de reconnaître en fait la nature confidentielle de certains documents et dans cette hypothèse-là de permettre au juge de dire que les documents ne peuvent pas être divulgués en raison de leur nature confidentielle. Dans une telle hypothèse, le juge va avoir un pouvoir d'appréciation et va mettre en balance les intérêts des parties. Et il se peut qu'il va donc reconnaître la nature confidentielle des documents et va donc les qualifier de secrets d'affaires, mais qu'il va quand même considérer que dans une certaine mesure, il faudrait qu'il y ait une divulgation ou qu'il puisse être consulté par certaines parties. Et donc, il pourrait, dans une décision, modéliser en fait l'introduction pour permettre une certaine divulgation et autorisation. Cela va être fait ou de sa propre initiative dans le cadre de procédures en voyant des différends ou alors à la demande d'une des parties intéressées. Et quand il va alors modéliser éventuellement sa réponse en prenant des mesures particulières, il peut par exemple limiter les personnes qui auront accès aux documents en question, dire que seuls l'expert judiciaire et les conseils des différentes parties peuvent y avoir accès. Il peut également dire que si c'est montré dans le cadre de l'audience, au sein de la salle d'audience, seules certaines personnes peuvent être présentes ou doivent éventuellement sortir à un moment pour que la diffusion et la communication du document soient limitées à certaines personnes. Il peut également barrer et bifurquer une partie donc des informations qui pour rendre le document alors ensuite confidentiel. Donc ça, ce sont une série de mesures qui peuvent être prises par le juge et il peut prendre ces mesures dans sa décision. Il peut les prévoir également sous peine d'astreinte pour faire en sorte que sa décision soit vraiment respectée par tout un chacun et éviter que des astreintes soient dues. Vu qu'il s'agit évidemment d'un sujet assez important, le législateur n'a pas seulement prévu la possibilité de prévoir les mesures sous peine d'astreinte, mais il a également prévu qu'en cas de non-respect, des amendes pouvaient être réclamées, qui vont de 500 à 25 000 euros, et ces montants, il faut encore les multiplier par 8. Et dernière chose aussi, en cas de violation donc de ces secrets d'affaires, des dommages et intérêts peuvent être réclamés. Et dans ce cas-là, il conviendra donc de démontrer quel est le dommage qui a été subi. Donc, dans le cas pratique, dernier point, comme je vous l'ai dit, ce qui est important si vous voulez que des secrets d'affaires soient divulgués au cours d'une procédure ou le juge le fait de sa propre initiative ou les parties doivent le demander au juge de manière motivée et ça doit être motivé de sorte à ce que le juge puisse d'une part d'abord dire si oui ou non il considère qu'il s'agit de secrets d'affaires et donc reconnaître la nature confidentielle des informations et d'autre part décider des éventuelles mesures de protection s'il autorise la divulgation de l'information. En ce qui concerne la charge de la preuve par rapport à la nature confidentielle des informations, c'est évidemment une preuve qui n'est pas évidente nécessairement à rapporter parce qu'il va falloir donc, pour la personne qui dit que son document est un secret d'affaires, elle va devoir en fait démontrer que l'information n'est pas encore connue du public pertinent. Donc, elle va devoir démontrer un fait négatif. Ce qui n'est pas évidemment évident. Et ce qui se passe, et ce qu'on voit de plus en plus dans la jurisprudence, c'est qu'il y a un renversement de la charge de la preuve, mais un rééquilibrage de la charge de la preuve, de sorte que c'est la personne qui dit que c'est déjà connu dans le secteur en question qui devra démontrer que c'est le cas. Et si elle ne parvient pas à le démontrer, alors on va considérer que l'information a bien été maintenue secrète, confidentielle et que donc ce point est en tout cas rempli par rapport à la définition de secret d'affaires.
Voilà donc pour ce qu'il en était des secrets d'affaires. Je vais à présent passer la parole à Yves pour la conclusion et pour répondre aux différentes questions. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Au revoir. Voilà, dankjewel Olivia. U ziet, wij volgen de coronamaatregelen. Dank u voor uw aandacht. Volgt het nog niet actief? We hebben nu geprobeerd al dus met iemand van ons team een beetje inzicht te geven in de zaak waar wij toch wel bijna dagelijks mee bezig zijn in onze procedurepraktijk. Ik ga u nog eventjes verklappen wat de goede antwoorden waren op de vraag. De eerste vraag, onrechtmatig, waren de goede antwoorden B en C. Dus inderdaad, indien beide partijen akkoord zijn, uiteraard geen probleem om bewijs te gebruiken. En ook, indien dat partij die zich op het bewijs deelnam aan het gesprek, dan gaat in principe de antigoonregels bewijs te gebruiken en zodat in oogschouw genomen worden. Vraag over de ingebrekenstelling, daar was het antwoord ja. In principe zal u een ingebrekenstelling moeten gaan versturen op straffen van veroordeeld te worden voor een Belgische rechtbank tot de kosten van het geding. Dat wil dus zeggen eigenlijk de dagvaardingskosten in de RPV. En in dat opzicht is inderdaad een voorafgaande ingebrekenstelling vereist. Het antwoord daar was ja. Wat betreft de bewijsvergadering, de vraag van Jo, daar is het effectief, volgens de wet moet het niet handgeschreven zijn, volstaat het schriftelijke getuigenverklaring. Daar zien we bepaalde rechtspraak die zegt die vereist dat handgeschreven moet zijn, maar daar is ook rechtspraak tegen. En het principe is dat het dus schriftelijk moet zijn, maar niet handgeschreven. Dus daar is het aan. Wij gaan afronden. Ik denk dat wij binnen de tijd zijn gebleven. Ik dank u van harte voor deelgenomen te hebben aan dit webinar. De vragen worden uiteraard beantwoord. Ik denk dat het niet nuttig is om die vragen aan plein publiek, om het zo te zeggen, te gaan doen, omdat we daar nog misschien wat tijd voor nodig hebben. Je hebt alleszins de contactgegevens op de slides en je hebt ook uw vertrouwde contacten uiteraard bij Lidian. Dus als er vragen nog mochten reizen na dit webinar, stuur ook gerust een mailtje of pik op de phone. Dan dank ik u van harte en hopelijk zien we of horen we elkaar in de toekomst fysiek van nabij dan wel via het webinar. Dank u wel.